Goedemorgen, het is vrijdag, tijd voor een nieuwe vlog. Het is koud. Dus ik heb een lekkere warme trui aangedaan. In principe is het anders maar tegenwoordig te groot, wat heel fijn is. Maar is goed, kom maar aan. De kindje zit even een filmpje te kijken. Maar dat is nu bijna klaar. En dan gaan we lekker spelen. Ik had bedacht dat ik vandaag dat verstoppertjespel van Nijntje met Eden wilde gaan doen. Dat heb ik heel veel met Niels gedaan, maar eigenlijk nog nooit met haar. We gaan even naar de stad toe. Met mama en Eden en Niels en ik. Want Niels heeft een muts nodig en dat soort dingen. Zeker omdat morgen Sinterklaas aankomt. En zondag in Utrecht. Dus dan hebben we warme dingen nodig. Ik moest even tandenborstels uitdelen. Koud, raam dicht. En voor Eden, ik had toevallig voor Niels laatst een soort jongbroekenbestelling gedaan. Want hij sport natuurlijk en hij vindt het soms ook gewoon thuis lekker, net zoals ze moet hij, om in een jongbroek te zijn. Maar ze waren allemaal te klein geworden en zeg maar niet alleen te kort, maar ook dat ze, oh het is veel te strak. Dus we moesten nu het jongbroek van mezelf besteld bij Zara. En toen heb ik voor Eden ook even een mutsje. En handschoentjes besteld, want mama die maakt een sjaaltje. Dus ik heb dit cute ass mutsje. En deze handschoentje, volgens mij past die wel redelijk goed bij de sjaal. En super lief, ik heb van onze buren handschoentjes gekregen voor Eden. Deze superleuke luipaard, hoe heet dat, schoentjes van Focotto. Nou wilde ik altijd wel een keer voor Eden een Focotto schoentje proberen, maar nu hebben ze. Dus deze zijn nog een beetje te groot. En deze mega cute fans. Dit is denk ik ook nog net te groot. Welke maat is dit? 21,5. Ja, ik denk zij zit. Dit is 19 volgens mij. Dit is 19. Deze worden nu krap. Dus ze gaat nu naar 20, 21 toe. 21,5 is net te groot. Maar dit is volgens mij 22 zelfs. 22, ja. En deze heerlijke sneeuwschoentjes. Nou, fantastisch. Ik weet niet welke maat is dit. 20, 21. Dus ideaal. Super lief. Helemaal blij mee. Maar ik wil dus eigenlijk ook nog deze bestellen in maat 21. Maar ik twijfel nog een beetje over kleur. Of weer deze kleur. Of ik doe charcoal. Dat is zo'n beetje grijs. Maar goed, dat weet ik dus nog niet helemaal. Kijk. Goed zo. Dankjewel. Tegenwoordig brengt ze zelf de luier weg. Oh my god. Dat was waarschijnlijk niet sterk. Kom maar. Kom maar, ik heb iets. Nijntje. Kom maar, Nijntje. Ja, maar die hoeft niet in de prullenbak. Kom maar. Kom maar, gaan we een verstoppertje doen. Dit wil ik dus met haar gaan doen. Waar is Nijntje? Gaan we even openmaken. Volgens mij was dat allemaal niet scherp, maar het kwam erop neer als ze dat zelf doet. Ja, oh, moet ik helpen? Ja. Waar is hij? Waar is Nijntje? Ja. Oeh. Kijk maar daar. 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 Goed zo. Ja. Gevonden. De eerste twee keer was het zo makkelijk. Ik dacht, ik maak het moeilijker. Ja! Ja! Nu doen ze het samen. Goed zo! Goed gevonden! Dit weekend is het dus de intocht van Sinterklaas. Dus schoenzet en alles. De fiesta gaat weer beginnen. Ik ga eens even de autofocus proberen uit te zetten en kijken hoe dat gaat. Maar ik krijg hem nooit uit, maar ik ga hem nog een poging wagen. Want ik hoor vaak van mensen dat ze het gevoel hebben dat er spinnende katten op de achtergrond zitten of iets. Dus ik ga even kijken of ze dit kunnen oplossen. Test, test. Ik denk dat ik hem uit heb gezet, maar ik weet het niet zeker. Dus we gaan het merken. Een hele grote dino. Zo, hè? Even zit er in een wagentje. Oh, wat zoek je? Oh, ja. Dus ze is even wat water aan het voelen. En zat hier een hele hoge dom. Ja. En dit is een nieuw muts. In de Lego winkel. Fantastisch. Ga je hem verbouwen?
Allebei, ja, ik heb voor allebei een mooie helm. Benen. Deze groene voor Niels, dit is een maatje groter. Wandelen. En voor Eden een roze en een maatje klein natuurlijk. Ook al die droog. Ze loopt er lekker mee. Zo gaat veel van ons natuurlijk af, dat zullen we het net zien. De band. Ja. Ja. Oh ja. Oké. Hey, dat kan je ziek, hè? Ik ben even aan het opruimen hier. Want de winterjassen zitten er wel volgens mij grotendeels in, maar de zomerjassen kunnen er natuurlijk uit. De rest van de kast, deze kast laat ik even zitten. Ik vond nog wel even 2 euro, dat is toch altijd winst. En nu moet ik zo even mijn portemonnee doen. Niels bij een vriendje spelen, was eigenlijk het vriendje hier kwam, mijn vriendje wilde daar, nou prima, maar daar. Wat wel lekker is, want dan kan ik dit even doen. Mama is even met Eden naar buiten. En nu wil ik dus even dit beetje aan kant maken. Ik moet eigenlijk ook even mijn golfgafel kopen. Dat ga ik even doen. Ik ga daar eerst foto's maken, want dan kan ik dat soort dingen aan de andere zijde daar, want ik word er helemaal gestoord van. Dat ga ik eerst doen. Ja, goed. Dan ga ik dat even doen. Het is echt een foto weer namelijk. Dus die ga ik even op marktplaats zetten. Ook deze golf-BH. Super blij, waarom ik het bij Niels nooit heb gekocht weet ik ook niet, maar fantastisch een golf-BH. Maar goed, dat ga ik allemaal even online zetten. Dat lijkt me wel een goed idee, want ik ken niemand in mijn omgeving die het nodig zou hebben nu. Dus. En dan maak ik hier een beetje ruimte en dan kan ik weer wat spullen hierin kwijt. Hier heb ik gewoon niet zoveel ruimte. Want hier staan vooral schoenen. Kan ook wel weer iets netter, maar goed, hè. En die is leeg, want daar heb ik een ander doel voor. Dus. Het moet toch uit deze kast komen, jongens. Het moet toch uit deze kast komen. Nou, we hebben net lekker gegeten. Sinterklaasjournaal gekeken. En Sven is nu nog even buiten met de kids. Eigenlijk was het plan alleen met Elin. Alleen Niels wilde graag mee. Dus, Hij gaat de laatste vraag met Elin naar buiten. Elin heeft een nieuwe hobby. Die haalt ze altijd die kleren uit Niels' la, al Niels' ondergoed. En dat gaat ze dan ergens neerleggen. Nou, oké. Nu had ze dus ook, ging ze dat aan de waslijn doen. En dan ging ze nat wasgoed in zijn la leggen. Ook top. En net had ze helemaal iets briljant. Ik denk, waar loopt ze heen met die onderbroeken? Gooit ze het dus in een luieremmer. Doet ze, hup, klep dicht, weg. Dus ik weet niet hoeveel er inmiddels al verloren is gegaan. Want het is niet dat ik normaal die luieremmer check op ondergoed. Ik bedoel, dat verdwijnt gewoon erin een luier en 6 en ondertussen ruim ik op. Maar goed, dus dat weet ik niet. Maar mochten we iets kwijt zijn, dan is het waarschijnlijk bij deze verdwenen. Goed. Maar goed, ze zijn dus nu even naar buiten. Toen dacht ik, oh, dan ga ik mooi eventjes deze berg naar de berging brengen. En we hebben daar nog koffertjes staan wat nog even weg moet. Dus dat ga ik dan nu even doen. Zo. Weer terug. Mensen kijken me aan. Dat zal je altijd net zien, hè? Dat je dan altijd mensen tegenkomt in de lift. En ook niet meteen dat je denkt, mijn beste vrienden, maar gewoon zo van buren die je eigenlijk nooit ziet. Ja, ze zie ik er altijd uit. Mijn haar een soort mavlodderstaart. Ik heb een zonbroek van Sven aan en ik had daar slippers onder. En ik liep dus met een enorme stapel jassen en een koffer. Maar goed, mijn lievelingswinterjas weer teruggehaald. En nog een jas van Sven. Toevallig heb ik alleen maar groene jassen gehaald. En er hing nog één nette jas van Sven, maar als ik zie wat hij nu heeft hangen, dacht ik nou, dat het wel genoeg is. Dat is een aanhamer. Anders moet hij hem nog maar even halen. En dan heb ik de rest weer opgehangen. Dus helemaal fijn. En deze wilde ik ook al steeds halen. Die is van Primark. Even denken. 2 jaar geleden, toen Sven en ik in Den Haag waren. En erachter kwamen dat ik zwanger was van Elin. Dus toen. Maar goed, hele leuke lange lege groene jas. Zo. Dat is gedaan. Ik weet niet of ik had laten zien dat die helmpjes, volgens mij wel, hè, maar ze zijn dus van Bobike. Gewoon hele basic helmpjes. Maar ik vond ze wel leuk. Gewoon deze is een beetje zacht roze. De Bobike
Deze is gewoon Bobike. Die van Niels heeft The One van Bobike. Washangt zit nog een was in. Niels heeft helemaal geholpen met ophangen. Natuurlijk niet de was zoals ik wil, maar het is wel heel lief. Dus dan doen we dat gewoon. Nu ga ik wat drinken, want ik heb echt bere dorst. Nou, ze zijn er weer. Goedemorgen, het is zaterdag en we hebben net gespot. En nu... Hallo. En we gaan nu... Openomen zijn in de winkel. Pepernoten bakken. Voor zo meteen natuurlijk, bij het Sinterklaas. De Sinterklaas intocht. Kijk het Sinterklaasjournaal met zelfgemaakte pepernootjes. Nu is het Piet vandaag. Ik heb er even bloemen gekocht. Ik ga zo'n bandje overheen. Zijn allebei gebroken. Oh, zijn allebei gebroken. Ik heb honger. Ja, je krijgt zo. Nou, zoals je ziet, was er net een vriendinnetje van Niels. Ze waren doktertje aan het spelen, jazeker. Maar goed, het was wel gezellig. En nu ben ik even aan het opruimen, want zij moesten opeens opschieten. Want ze had niet op de tijd letten. Sven gaat nu naar de kapper en Niels gaat even mee. Ik vind dat altijd wel leuk. En dit trouwens nieuwe roosjes. Vind ik hele mooie kleur roze. Great. Als je net hebt opgeruimd. Just great. Ze speelt het wel lekker zelf. Dat is dan wel zo. Het is allemaal niet eens. Oké, dit is fantastisch. Eden, ik bedacht ineens dat ik mijn filmpje nog moet afediten. En Eden dacht, nou leuk mama, ik wil wel even kijken hoe je dat doet. En ondertussen druk ik even allemaal knoppen in. En toen was er dit. Oké, mijn Adobe is zwart. En ik heb geen idee hoe ik dit weer tot leven moet wekken. Eden, bedankt. Zo, dit is perfect. Dus ik weet niet hoe ik dit moet doen. Maar ik hou wel van humor. Maar dit is wel irritant. Ik ben benieuwd wat we in gaan maken. Nou, we weten niet of het gaat lukken. Maar laten we maar een liedje zingen dan, toch? Oké, een liedje zingen. Oké, ik mag kiezen welke we gaan zingen. Ja. We gaan... Sinterklaas kapoentje. Ga voor Klaasje. Welke? Voor Klaasje. Ja? Dag Sinterklaasje doe ik. Dag Sinterklaasje? Dat doen we zo. Maar doen we eerst even. Sinterklaas kapoentje. Gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Sinterklaasje, bonne. Gooi wat. Dag Sinterklaasje, dag, Zwarte Piet. Dag Sinterklaasje, dag. Hoe laat het nu? Echt waar? En kijk eens wat we gedaan hebben. Ik zie dat het paard wat water heeft gedronken. Dat zie ik ook, maar ik zie ook dat het een malle Pietje is geweest. Oh jee. Ik voel wel iets. Nou, gaan we openmaken. En Niels, kijk eens, we hebben ook aangegeven wanneer ze komen. Een transformer? Yeah. Wow. Oh, dat wist Sinterklaas goed. Vind je hem mooi? Ja. Wat kan hij dan worden? Ik kan een dino worden. Zo, en wat heb jij, Helen? Een paardje, hè? Paardje? Zomaar een paard. Weet je wie dat is? Wie is dat? Bart van Sinterklaas. Oh, zo snel is dat. En Sinterklaasje. Zet maar op het paardje. Zet maar op het paardje. Een dino kan het worden. Goedemorgen, het is zaterdag. De kids hadden de schoen gezet. We hebben allebei mooie cadeautjes erin gekregen. En Niels een transformer. Hij is wel voor 6 jaar. Maar ik denk dat Piet dacht dat Niels het wel heel leuk zou vinden en Sint. Want hij heeft er al 2. Maar deze was nog wel een beetje moeilijker. Maar hij vindt hem erg cool. En Elin heeft Sinterklaas en Piet gekregen. En het paardje. Dus die van Little People. Dus
die zit daar lekker mee te spelen. Nou, nu niet. Nu is weer Niels zijn kast leeg aan het halen. Daar ligt al een deel. Daar ligt al een deel ondergoed. Dat haalt ze dan uit. Ik heb al eventjes haar kamer er dicht gedaan, omdat het niet weer in de luier wat terechtkomt. De wasmachine staat aan, dus dat is ook safe. Maar wat ze er nu mee gaan doen, dat weet ik niet. Ik ga zo even zoomen. Ik wil het eigenlijk niet meer doen op zondag, omdat ik gewoon niet genoeg zweet in die les. Ja, kun je lekker drinken. Ik heb nu alleen een rompertje en een maillot aan, want zo meteen... Oh, hè, lekker. Zodat ze zo meteen krijgt ze er een broek overheen en een trui. Voor de intocht zo meteen, want dat is natuurlijk koud. Dus ik dacht... Voor de intocht van Sinterklaas, ja? Ja, dan gaan we zo. Gaan jullie nog even naar buiten met papa. En dan kan Elin daarna even slapen. Doet ze vandaag even twee kleine slaapjes, want anders redt ze het niet bij de intocht. Dan gaan we een boterham eten en dan gaan we naar de intocht. Is dat een goed idee? Ja, dat is een intocht. De intocht van Sinterklaas. Dan komt hij in de stad met een boot. Dat heb ik nog nooit in je leven gezien. Heb je dat nog nooit in je leven gezien? Nee. Wel, alleen als je wat kleiner is. Misschien weet je het niet meer. En nu is er nog zijn pyjama aan. Het was echt extreem nodig met de kapot. Maar goed, dat voor later. Ja, dus vandaag intocht. Misschien dat mijn beste vriendin ook nog even mee kwam met haar kindje. Dat zou wel heel gezellig zijn. Ik moet even kijken, want Sven wilde ook wel graag met Niels naar de parade kijken. Maar dat hangt even. Ik zei, dat is te veel voor haar. Dus misschien dat ik dan met haar naar huis ga. Heb je alles mee? Kijk, ja. Hoe hard als je kan? Doe het zo drie keer zeggen. Roep jullie zo hard als je kan. Allee, daar gaat ie. 1, 2, 3. Als jij dan een poppetje maakt, dan kan ik zo zijn muts opzetten. Oh, kijk, oogjes. Ah, hij lacht altijd, hè, Sinterklaas. Ja, heel goed. Kijk, jongste. Oké, nou, zetten we ze allebei neer. Mag jij dus beginnen? Oranje. Oké. Deze wat is. Bruin. Mag ik weer? Nou, weer oranje? Zo hé. Weer bruin. Heel goed. Ik heb net mijn make-up eraf gehaald. Dus ik heb een beetje rode ogen en zo. Maar het maakt niet uit. Niels zit op bed. Oh, viezigheid. Helen lacht al op bed. Niels zit nu ook op bed. Hij is nog even met Sven aan het kletsen. En die is echt zo lief geweest vandaag. Hij heeft echt... Helen moest vaak huilen. Ging meer troosten, met haar spelen. Hij heeft echt allemaal pepernoten aan haar gegeven. Hij heeft echt met haar gedeeld. En nou, hij was echt ongelooflijk lief, echt. Hij is altijd lief voor, maar het was vandaag echt... Ja, sowieso, hij luisterde heel goed. En nou, het was echt... Hij had echt een topdag. En dat wel natuurlijk best wel een spannende dag was met de intocht van Sinterklaas. Maar hij deed echt supergoed. Maar goed, morgen is weer school. Hij wil weer niet, hij vindt het spannend. Hij heeft nu één keer gewend en nu gaat hij morgen weer wennen.
En het is heel dubbel, want enerzijds wil hij heel graag naar school en hij vindt het allemaal heel leuk om dingen te leren. En hij is helemaal elkaar bij het kind afblijven. Alleen hij wil gewoon bij mij zijn. En school is ook niet bij mij. En dat maakt het wel een beetje ingewikkeld. Wat het nog ingewikkelder maakt, is dat ik hem ook wegbreng en ophaal en dan weer naar het kind afblijven breng. Dus ik denk dat hij minder geëmotioneerd was geweest als Sven of mijn ouders of zo dat hadden gedaan. Maar goed, ja, ik werk al helemaal dichtbij, dus ik kan hem relatief snel van A naar B verplaatsen, zeg maar. Dus wat hij, en we lunchen dan nog samen eventjes tussendoor. En dat doen we dan niet thuis, omdat ik dan denk dat hij niet meer weg wil. Dus op zich werkt het allemaal heel goed hoor, maar het is gewoon, ja, hij vindt het gewoon spannend. En dat snap ik ook, en dat is ook heel logisch. Maar ja, ik hoop wel dat hij het leuker gaat vinden. Ik denk het echt wel, maar... Ja, dat zijn wel niet lastige dingen. Hij was heel moe, terwijl hij tussenmiddag na de intocht heeft hij echt nog een tijdje geslapen. Ik denk wel een klein uurtje. En toen heb ik hem wakker gemaakt, toen werd Elin wakker. Maar hij was nu nog steeds heel erg moe, dus normaal eet hij altijd nog yoghurt met mussie en fruit en leest nog een boekje. Maar hij komt allemaal niet meer opbrengen, dus hij ligt nu lekker in bed. Zijn klets van altijd nog eventjes met hem en dan gaat hij lekker slapen, dus... Hij heeft nog hele mooie tekeningen voor Sinterklaas gemaakt. Omdat hij Sinterklaas zo lief vond. En Sinterklaas mocht ook een cadeautje krijgen. Nou, het was gewoon een hele goede dag. En we hadden eigenlijk gisteren aan het huis gewild. Maar we konden allebei niet echt energie opbrengen. Dus misschien hebben we dat zo nog even genoemd. Maar Svenny was heel moe. Dus we moeten maar even kijken. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Volgend weekend, is dat dan zo'n verjaardagsweekend? Nee, weekend daarna. Dus volgend weekend, oh ja, volgend weekend ben ik volgens mij alleen met de kids. 'S Ochtends nog niet, want 's ochtends gaat Sven naar Sinterklaas van zijn werk. 'S Middags gaat hij dan de deur uit, ben ik met de kids. En dan moet hij zondag weer op tijd terug, want ik heb dan een lunchafspraak met vriendinnetjes buiten de stad. Dus hij moet gewoon weer op tijd terug zijn, maar dat is volgens mij volgende week. Dus dan neem ik je weer mee. En hebben we vrijdag nog afspraak voor het huis? Dat weet ik even niet meer. Ik neem jullie in ieder geval mee. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Heel erg bedankt voor het kijken. En graag tot dan. Doeg!